Als burgemeester van jouw Noordzee wil ik alles weten over de energietransitie. Want wie Noordzee zegt, zegt nieuwe energie. Daarom laat ik me één dag onderdompelen bij TNO. De Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek. Zeewier, ik ken het van de sushi, maar we kunnen er veel meer mee. In deze aflevering praat ik erover met Jaap van Hal. Dit is ons zeewierprocessing lab. En ik dacht dat het dan over voedsel zou gaan, maar dat gaat het niet. Nee, hier werken we aan duurzame brandstoffen en duurzame materialen. En die maken we uit zeewier door de verschillende componenten eruit te halen en dan vervolgens te verwerken naar eindproducten. Je kunt er heel veel van maken. Dus bijvoorbeeld stoffen om pesticiden voor bloembollen mee te vervangen, nieuwe vezels voor kleding, nieuwe kunststoffen en biobrandstoffen. En dat laatste hebben we hier vorig jaar gedemonstreerd en met de brandstof in een auto rondgereden. Van dit naar dit en dan kan je gaan auto rijden. We hebben er auto mee gereden, dus het is technisch mogelijk. En we gaan dat steeds op grotere schaal doen om de transitie te versnellen. De Noordzee heeft veel zeewier. Dus hoe belangrijk wordt de Noordzee dan? Er is een visie uitgesproken om een kwart van de Noordzee te gebruiken, van het Nederlandse deel, voor het opwekken van duurzame energie en het produceren van duurzame grondstoffen. En wij voorzien dat zeewier daar een hele grote rol in gaat spelen. Hoe zie je dat over een tijdje? Wat doen we dan met zeewier? Nou, wij voorzien dat het zware wegtransport, denk vrachtwagens en de luchtvaart, nog steeds vloeibare brandstoffen nodig heeft. En zeewier kan daar een belangrijke rol in spelen, zegt de helft tot driekwart van de behoefte in 2050. Ja, en dat doen ze hier bij TNO. Het is ongelooflijk. Hoeveel je wel niet kan doen met seaweed farming. Je kan er kleding van maken. Je kan het natuurlijk bij je sushi gebruiken. Het heeft medicinale oplossingen. En je kan er een auto op laten rijden. Ik vind het super indrukwekkend. En het is heel belangrijk voor onze energietransitie. In de volgende aflevering praat ik met expert Jan-Diederik van Wees over geothermie.